Vroeger waren mensen in Kenia afhankelijk van de regen voor hun drinkwater. Door de regen ontstonden er kleine meertjes waar je met een jerrycan terecht kon. Tegenwoordig wisselen lange periodes van droogte zich af met enorme wateroverlast. En beide zijn levensbedreigend. Te veel water veroorzaakt erosie en modderstromen die vruchtbare landbouwgrond beschadigen. En te weinig water zorgt voor mislukte oogsten, stervend vee en in het ergste geval zelfs stervende mensen. Voldoende water is dus van levensbelang. We hebben verschillende waterpunten waar grote tanks regenwater opvangen. De watertanks zijn beschikbaar voor de hele gemeenschap. Van één waterpunt maken minstens 200 huishoudens gebruik. Het systeem werkt geheel zelfstandig. Men betaalt met een druppel, waarna het water automatisch uit de tank stroomt. De benodigde stroom wordt opgewekt door zonnepanelen. In Siaya, in het westen van het land, hebben we een pijplijn aangelegd van meer dan 30 kilometer lang. Dankzij de zwaartekracht stroomt het water van het Victoriameer automatisch naar beneden. Hierdoor is er het hele jaar, 24 uur per dag, water beschikbaar. Het water komt uit waterpunten op centrale locaties, waar honderden mensen met emmers en jerrycans naartoe kunnen komen. Behalve dat de mensen nu voldoende water hebben, hebben ze nu dus ook water dat schoon genoeg is om te kunnen drinken. Dat is te danken aan geïnstalleerde waterfilters en een desinfectiemiddel dat is toegevoegd aan het water. Dit succes is het resultaat van een samenwerking tussen Dorcas, een commercieel bedrijf, en de lokale overheid. Elk van deze partijen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en Dorcas initieert en coördineert de samenwerking. Zo zorgen we samen voor schoon drinkwater voor iedereen en brengen we blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Doe je mee?